Zondagmiddag 12 juni. We zijn hier in het Slotenpark in Amsterdam. Het toneel voor de NK Triathlon. De dames maken zich op voor de start en zijn vertrokken. Zij beginnen hier aan het zwemparcours. Het is een Olympische triathlon, dus 1,5 kilometer zwemmen. Al snel zien we dat Boterenbrood naar de kop zwemt en een kleine voorsprong neemt op haar directe tegenstanders. Een stukje verderop in de wedstrijd zien we dat de voorsprong van Boterenbrood aardig is opgelopen. Zij heeft inmiddels een kleine 2 minuten voorsprong op de directe tegenstanders. Hier de heren, zij liggen in het water voor de start, netjes achter de lijn. De heren gaan ook onderweg voor hun 1,5 kilometer zwemmen. Vandaag hier aanwezig Sander Berk, Bas Diederen en Juri Severin. Sander Berk was vorig jaar de winnaar hier in Amsterdam. Dit jaar richt hij zich meer op de lange afstand. En we gaan kijken wat hij er vandaag van maakt. Gelukkig was het nog een tijd stil. Moest wel wat geweld aan de pas komen. Hier een zevental heren wat zich vormt tot een kopgroep. Hier zien wij 7 heren die naar de kop toe zwemmen in het eerste rechte stuk. Hier zien wij de heren om de boei gaan. Er vormt zich zo langzamerhand een kopgroep. In de kopgroep onder andere Edo van der Meer, Marco van der Stel en Juri Severin, Peter de Vries en Bas Diederen. Hier zien we Boterenbrood. Boterenbrood onderweg, soeverein aan de leiding. Zoals ik al zei, inmiddels 2 minuten tot 2,5 minuut voorsprong tijdens het zwemmen. En gaat hier het laatste rechte stuk in. Komt Boterenbrood aan land voor het wisselpunt. Ze heeft eigenlijk alle tijd, maar heeft toch gezegd dat ze vandaag een goede tijd wil neerzetten. En wisselt hier naar het fietsen. De dames fietsen net als de heren 40 kilometer door het Amsterdamse Nieuw-West. Hier zien we de achtervolgende dames met Marieke van der Vecht, Rina Zijgers en Anke Zijderveld. Zij fietsen inmiddels op 2,5 minuut en gaan proberen met z'n drieën de leider te achterhalen. Dan de heren onderweg voor het laatste rechte stuk. We zien er 3 heren uitspringen. Dat zijn Marco van der Stel, Edo van der Meer en Joris Severin. Zij zijn als eerste bij het wisselpunt en gaan hier naar de fiets. We zien het. Marco van der Stel en Edo van der Meer nemen iets voorsprong. Omdat de rest van de heren iets langzamer wisselt. En hier zien we Edo van der Meer vertrekken voor zijn fietsafstand. Bij de dames is het Boterenbrood die soeverein aan de leiding gaat. Zij heeft een voorsprong van 2 minuten. Dit is niet heel gek, want zij is de enige dame uit de Nederlandse selectie die hier in Amsterdam aan de start verschijnt. De rest van de Nederlandse dames bereist zich voor op de WCS-wedstrijd in Kitzbühel en het EK in Ponte Vedra. Hier de achtervolgende dames met Rina Zijgers, Anne Zijderveld en Marieke van der Vecht. Tom Havekes. Boterenbrood werd tijdens deze wedstrijd gevolgd door de NOS om een mooi verslag te maken van haar voorbereiding op de Olympische Spelen. Bij de heren zijn het Marco van der Stel en Edo van der Meer die aan kop gaan. Zij worden gevolgd door een groep van 7 achtervolgers. Met daarin Bas Diederen, Juri Severin, Martijn Dekker en Stefan van Tiel. Zij zijn onderweg naar de koplopers. Hier nog wat mooie plaatjes van het publiek langs de route in Amsterdam. Hier is dan het Boterenbrood! Inmiddels zien we de kopgroep hier hard op weg om de koplopers in te halen. Ze hebben wat last van achterblijvers, maar zijn gezamenlijk onderweg om Edo van der Meer en Marco van der Stel in te halen. Van de weg naar de gevangenis van die burgerinnen Zijgers.
Hier zien we Peter de Vries. Peter die hier alles geeft om bij de kopgroep te blijven op de fiets. Dan zien we hier Boterhoenbrood bij de dames. Zij gaat nog steeds ruim aan kop. Alhoewel de achtervolgende dames ietsje dichterbij komen. Zij wisselt hier naar de schoenen met de elastische veters. Looponderdeel. Op de voet gevolgd door de cameraman van de NOS. Die een mooi portret maken over haar voorbereiding op de Olympische Spelen. Achter Boterhoenbrood zijn het Zijgers, Burger en Van der Meer die een goede kans maken op een podiumplek bij het ontbreken van de Nederlandse selectie. Alleen Boterhoenbrood deed mee vandaag hier in Amsterdam. Veel publiek langs de route en vooral hier bij het wisselpunt. De achtervolgende dames, zoals gezegd, met Zijgers, Burger en Van der Meer. Hier de wissel van de heren. Edo van der Meer is als eerste klaar met fietsen. Gevolgd door Juri Severin, Martijn Dekker en Bas Diederen. Wij zien hier Edo als eerste weer vertrekken. Op de voet gevolgd door Bas Diederen. Hij heeft een hele goede wissel gemaakt en is nu als tweede heer onderweg. Hier zien we Peter de Vries. Hij heeft kramp. Kermt van de pijn. Probeert nog te beginnen voor het looponderdeel. Maar helaas, hij zal moeten opgeven. Nog geen 100 meter heeft hij kunnen hardlopen. Dan een grote groep met heren, met onder andere Sander Berg. Hier zien wij Boterhoenbrood op weg door het Slotenpark. Prachtige plaatjes, mooi weer. Hier zien we Boterhoenbrood onderweg door het Slotenpark. Zij loopt hier tussen achterblijvers. Het geeft een klein beetje een vertekend beeld, maar dat is normaal als er meerdere rondes gelopen moeten worden. Hier zien we Severin bij de heren en Bas Diederen. Nog met z'n vieren bij elkaar, samen met Edo van der Meer. Hier Sander Berg, de winnaar van vorig jaar. Hij richt zich dit jaar meer op de lange afstand en kan dus niet meekomen in dit triathlongeweld. Dan hier de heren bij het keerpunt. Nog steeds Severin en Bas Diederen. Ook Edo van der Meer, nu nog in derde positie. Onderweg. Hier zien we Juri Severin en Bas Diederen onderweg naar de finish. Hier Edo van der Meer, die inmiddels is teruggezakt naar een derde en misschien zelfs vierde positie. Dan zien we hier Bas Diederen en Boterhoenbrood samen op weg naar de finish. Een uniek plaatje in de triathlongeschiedenis. Ze komen samen over de finish. En Boterhoenbrood finisht in 2 uur 12 minuten en 22 seconden. Bas Diederen deed er een kwartier minder op. Hij was namelijk later gestart. 1 uur 57 en 23 seconden. Nou ja, 50 meter had hij nog te gaan. En toen dacht hij, laat ik het sprintje maar even doortrekken. Reden hier zien we Juri Severin over de finish komen. Hij heeft zich karig geweerd. Maar uiteindelijk tweede. Hij was zeer tevreden, zei hij achteraf. Dan is het Martijn Dekker op de derde plek. Bedankt het publiek nog even. Edo van der Meer, iets teruggevallen, maar ook hij tevreden over zijn tijd. Begroet zijn vriendin hier. Was mooi geweest als ze samen over de finish waren gekomen als winnaar.
Maar het mocht niet zo zijn vandaag. Bij de mannen compleet, bij de dames natuurlijk nog niet. Het klassement bij de mannen. Als gezegd, Bas Diederen als eerste in 1 uur 57 minuten en 23 seconden. Tweede, Juri Severin. Derde, Martijn Dekker. En vierde, Edo van der Meer. En ook die gaan we met alle EGA's ontvangen. Het klassement bij de dames wordt aangevoerd door Dane Boterenbrood in een tijd van 2 uur 12 minuten en 22 seconden. Tweede was Rina Zeigers, derde Anne Zijdeveld. Mooi. Ja, dit is echt wel mooi, maar het was wel zwaar hoor. Het was niet echt, het ging niet heel soepel, nee. En de tel kwijt, hè? En hartstikke de tel kwijt. Ik zat op 38, ik denk ja, is het een korte 40 of is het een lange 40? En toen ging ik de mist in. Ja, te veel nadenken. Bas Diederen, wat een smile, wat een wedstrijd en daar komt weer een titel bij, jongen. Ja, nummer 5. Ja. Is het in godsnaam mogelijk? Ja, ik weet het ook niet. Iedereen een beetje geluk hebben. Je kunt wel pieken als geen ander, hè? Ja, ik ben, en Kaas ben ik altijd in topvorm, ja. Severin is een lastige tegenstander in de laatste fase. Je weet hem op kracht te kloppen. Ja, het was erg irritant, ja. Het ging de hele tijd versnellen en dan weer rustig, dan weer snel. En ik heb op een gegeven moment gewoon na 5 kilometer tempo hoog gehouden. En toen op een gegeven moment brak die. Dus dat was goed. Ja. En moeten die van demarages hebben? Nou, van één hele lange demarage, daar ben ik het beste in. Ja. Bas, je richt je al een beetje op dat langere werk. Als je dit weer meemaakt, dan denk je ja, aan de snelheid ontbreekt het niet. Nee, inderdaad. Ik heb voornamelijk lang getraind. Maar ik wist wel, ik voelde wel in de trainingen dat die snelheid er nog wel is. Dus toen dacht ik van nou, ik heb hier wel wat te zoeken natuurlijk. Je hebt heel wat te zoeken hier, Nederlandse kampioen. Bas Diederen, dankjewel.